Maar dan gewoon maar de simpele vraag. Op het moment van het incident waren de omstandigheden waarin deze militairen moesten werken in Mali veilig of niet? Op basis van de informatie die op dat moment tot onze beschikking stond, waren wij van mening dat de omstandigheden eh, voldoende veilig waren voor de, voor, voor de militairen. De mortiergranaten zijn in 2006 onder grote tijdsdruk door Defensie aangeschaft voor de missie in Afghanistan. Met hulp van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Gedurende de aanschafperiode zijn procedures en controles op kwaliteit en veiligheid deels nagelaten. De Nederlandse Defensieorganisatie meende deze toetsen achterwege te kunnen laten in de veronderstelling dat het Amerikaanse leger de munitie zelf in gebruik had en daarom al in voldoende mate op veiligheid had beproefd. Het koopcontract vermeldde echter expliciet. Dat de betreffende munitie niet bij het Amerikaanse leger in gebruik was en dat de Amerikaanse regering de kwaliteit en veiligheid van de munitie niet kon garanderen. Hoewel er na de Afghanistan-missie voldoende tijd was om de overgebleven granaten alsnog te controleren, werd dit niet gedaan. Acht jaar na de aanschaf werden de overgebleven granaten ingezet voor gebruik in Mali. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse militairen in Mali hebben gewerkt met munitie met zwakke plekken in het ontwerp, die niet goed gecontroleerd was op kwaliteit en veiligheid, en verder aan betrouwbaarheid had ingeboet door opslag en gebruik in ongunstige condities.